De 56-jarige autobestuurder Lalka Persat Boudram is op zondag 10 april bij een frontale botsing met een pick-up aan de Martin Luther Kingweg ter plaatse overleden. Onderzoek wees uit dat Lalka Persat vanuit de richting van Latour kwam en richting Livorno ging. Op een bepaald moment kwam hij ter hoogte van mast 35 door onbekende reden op de rijhelft van zijn tegenligger. De pick-up bestuurder, die in het bezit is van een Surinaams rijbewijs, verkeerde niet onder invloed van alcohol. Het ontzielde lichaam van Lalka Persat is afgestaan aan de nabestaanden. De verkeersbarometer is nu op 19.